Ja, goedemorgen. Ik vind het heel fijn om hier te zijn en jullie te bemoedigen. Net al een paar gesprekjes links en rechts. We leven in een bijzondere tijd. En als ik dan sommige mensen hele wilde plannen hoor voor een hele lange tijd, dan denk ik wel eens, heeft dat nog zin? Maar ik wil jullie bemoedigen, want Jezus zegt dat ter elfde uren, dan zijn er die ook nog inhuurt en die hetzelfde loon krijgen. Dus zo is het toch. Dus je bent nooit te laat om te beginnen om je leven toe te wijden. En al is het dan nog maar een uurtje, je krijgt hetzelfde loon als die ander die al 40 jaar loopt te ploeteren, zeg maar, voor de Heer. Is dat niet een geweldige bemoediging aan het begin van deze dag? En we weten natuurlijk niet hoe lang het duurt, maar ja, je kunt wel eens, als je ziet dat alles op het einde loopt, dan kan je denken, heeft het eigenlijk nog wel zin? Maar Jezus heeft het beste voor het laatst bewaard. En dat geldt niet alleen voor de wijn, maar ik geloof ook de oogst is de voleinding der wereld. En ik geloof werkelijk dat wij die laatste generatie zijn. En dus je kunt wel terugkijken en leren iets van de anderen die hard gewerkt hebben. En je zult ook soms moeten opboksen tegen een soort jaloezie van die oude knakkers. Die denken, ik heb mijn hele leven lang gewerkt en hun krijgen dezelfde beloning en ze hebben maar het was 5 voor 6 toen ze ingehuurd werden en om 6 uur hield het werk op. Dus ik zou eigenlijk zeggen, je bent bevoorrecht en wees bemoedigd daardoor. En laat dan niet valse sentimenten dat het allemaal geen zin meer heeft of dat het de laatste uur is, je weer houden om er helemaal voor te gaan. Amen. Nou, dat is het eerste wat ik had willen zeggen. Ik heb een aantal bestanden, die ga ik wel aan Roy geven, die interessant zijn. Maar ik wil eerst iets zeggen over leiderschap. Want het probleem in Nederland is, we hebben ongeveer 17 miljoen leiders. Maar er is daar niemand meer om te leiden. Dat werkt gewoon niet zo. En ik zou dit willen zeggen, want we hebben 4 sessies. Als je een belangrijke vraag hebt, schrijf hem even op. Want ik wil ook heel graag een interactief moment hebben waarin ik eventueel je vraag kan beantwoorden. En als het niet kan, dan vraag ik of Roy hem beantwoord. Maar als ik het antwoord niet weet. Maar het is denk ik goed dat er ook wat interactief is. Dat ik niet alleen maar doseer en van alles over je uitstort. Want er zijn misschien prangende vragen. En wees ook niet bevreesd. Want heel vaak is het zo dat iemand die de moed heeft om de vraag te stellen, dat blijkt dat hij bij heel veel ook leeft. Hallo? Alleen soms denk je, ja, is het dan niet gênant of is het geen domme vraag en durf je hem niet te stellen. Dus stel hem gewoon, er zijn geen domme vragen. De allerdomste vraag is dat je niks vraagt. Kijk, goed. Lukt het zo? Ja. Zullen we deze dan? Ja. This is your captain speaking. Ja. Ik zal even mijn bril afdoen. Ja, nou zit hij goed. Ja. Oké. Dankjewel. Het kan zijn dat de batterij is op. Oké. Ik wil eerst jullie uitdagen. Er zijn misschien wel meer, maar de 3 belangrijkste vormen van leiderschap is autoritair leiderschap. En dan heb je participerend leiderschap. En dan heb je gedelegeerd leiderschap.
Hier zegt de leider, dit is het, zo moet het, doen wat ik zeg. Oké. Okay. Hier, je zou kunnen zeggen, staat de leider ertussenin en laat mensen meedenken en meebeslissen in de uiteindelijke uitvoering van het gezag. En hier gaat de leider weg en zegt tegen de mensen, nou, nu is het jullie taak om het te doen. Hè? Dat is gedelegeerd, hè, dus dat je het overdraagt aan anderen. Dit zie je ook in het leven van Jezus. Jezus deed de wonderen voor de mensen, voor de discipelen, daarna deed hij ze met de discipelen. En toen zei hij, mij is gegeven alle macht in de hemel aarde, doei. Nou is het aan jullie om de werken te doen. Dus hij droeg het over. Nou, mijn eerste vraag aan jullie is, het is een beetje een strikvraag, maar ik stel hem toch. Welk leiderschap denk jij dat goed is, beter is of slecht is? Graag een reactie. Oké, ik peil even gewoon zo wat gedachten links en rechts. Hè? Volgens mij alle drie. Alles heeft zijn moment en zijn tijd. Ja, nog andere reacties? Ja, jullie hebben het al goed begrepen en dat vind ik fijn om te horen, want kijk, in ons westerse poldermodel denken, wordt deze eigenlijk al helemaal afgeschreven. En we leven trouwens in een schijndemocratie, want het heet democratie, maar het is meer demoncratie, maar goed. Ja, dat is de realiteit. Het is precies wat jullie zeiden. Als ik met mijn kind, ja, ik heb nu grote kinderen, en dan werkt dit niet meer. Maar sommige ouders gaan met een kind van 2 jaar in discussie over wat ze wel of niet willen eten. Dat is gewoon krankzinnig. Je doet wat ik zeg en je gaat nu naar bed, klaar. Jij hebt autoritair leiderschap en dat is gepast. Maar er is zo'n druk vanuit het democratisch denken, dan ben je een dictator. Waarom zeg ik dit? Binnen de kerk is er een angst voor leiders om stelling te nemen en richting aan te geven, omdat er zo'n druk uit de samenleving is dat je dan gelijk geclassificeerd wordt als een dictator. Maar het vereist een echte vader en een echte leider om zich niet te laten intimideren door de kinderen. Ik weet nog goed, mijn zoon Daniel, ja, hij is nu zelf vader van 3 kinderen. Maar toen hij klein was, toen zei hij, ik ga bij die en die wonen. Ik zei, oké, wat wil je meenemen? Ik zei, kom, gaan we je koffer pakken. Maar voetbal. Dus ik zei, wat nog meer? Ik wil niet, papa. Weet je, maar als jij een onzekere leider bent en je hebt geen vaderhart, dan kun je geen leider zijn. Want dan wil je het iedereen naar de zin maken. En als leider moet je het vooral God naar de zin maken en niet de mensen. Een echte leider die volgt God en mensen volgen hem en niet andersom. En als niemand jou volgt, dan ga je gewoon door, want God heeft jou geroepen. En dat hebben we nodig. En dus er is plek voor autoritair leiderschap. Maar als je kinderen 16, 17, 18 zijn, dan kan je niet meer zeggen van, omdat ik het zeg en daarmee uit. Want hun ontwikkelen ook hun intellect. Ze zitten met vragen waarom. En als je dan alleen maar komt met zo'n antwoord, ja, mijn grootvader deed het zo en ik deed het zo, jij moet het ook zo doen en daarmee uit en hou je mond. Ja, dat gaat niet werken, dan groei je uit elkaar. En eigenlijk ben je geen goede vader, want je helpt die ander niet om
Je geeft die ander niet redenen, goede redenen. En de Bijbel zegt ook dat God zegt, kom en redeneer met mij. Er zijn ja, die tekst is anders, weet ik even niet uit mijn hoofd, maar dat zegt God eigenlijk. Ja, dus dat God die laat ons participeren en meedenken. En in Handelingen bijvoorbeeld, dan staat er, als het besluit genomen wordt, nadat Petrus bij Cornelius is binnen geweest, dan is daar een vergadering van de apostelen. En dan staat er, het heeft ons en de Heilige Geest goed gedacht u geen andere geboden op te leggen dan u te onthouden van hoererij en van het eten van bloed en van nog iets, weet ik even zo niet. Maar de manier waarop hij het zegt, het heeft ons en de Heilige Geest goed gedacht. En in gedachten zag ik een ronde tafel waar al die discipelen zaten. En de Heilige Geest zat als een van hen ook aan die tafel. En natuurlijk niet als een zichtbare persoon, maar in overleg biddend tot overtuiging gekomen. Dat de Heilige Geest was betrokken bij de besluitvorming. En je zou kunnen zeggen, God betrekt ons bij zijn besluitvorming. Ik weet nog goed, toen ik voor de tweede keer naar Oeganda ging, nadat ik daar een hele heftige confrontatie had met een occulte secte en toverij en echt heel heftig. Sommigen denken dat je dingen uit je duim zuigt, vooral Nederlanders die dus in het rationele westerse denken zijn opgegroeid. En de tweede keer, ik wou eigenlijk helemaal niet gaan. Ik dacht, ja, weer dat rotland en al die toverij en dat occultisme. En dan, ik had eigenlijk helemaal geen zin. En toen zei God, ik ga niet met je mee. Jij gaat met mij mee. Toen dacht ik, nou, dan durf ik wel. Ja, we gaan met God mee. We doen het samen met hem. En dat maakt het leiderschap ook heel aangenaam. Ook makkelijk. Want hij is onze leidsman. En wij kunnen pas een leider zijn voor anderen als we ons laten leiden door hem. Volg mij na zoals ik Christus navolg. Maar er zijn ouders die zeggen, doe wat ik zeg, maar doe niet wat ik doe. En als dat in de kerk gebeurt, dan ben je zo hypocriet en onaanvaardbaar, eigenlijk onaantrekkelijk. Want als je tegen mensen zegt, we moeten evangeliseren, maar je bent zelf nooit aanwezig in de activiteiten om te evangeliseren. Hoe geloofwaardig ben je dan en hoe inspirerend ben je dan? Wij zijn in de eerste plaats exemplary leaders, dus voorbeeldig. En dan bedoel ik niet dat is voorbeeldig gedrag, maar dat je als voorbeeld dient en dat je mensen letterlijk voorgaat. Dat is leiderschap, dat is belangrijk. Maar ook dat mensen erbij betrekken, want het gaat uiteindelijk om de overdracht van het DNA van God. En leiderschap is niet alleen pure kennisoverdracht, want ik kan je leren wat ik weet. Maar een vader produceert wie hij is. Die geeft DNA over. En gij hebt niet vele vaders. En als ik het heb over leiderschap, dan denk ik niet alleen maar dat je een hele bekwame hoofd vol hebt met kennis en informatie en strategieën en structuren enzovoorts. Want dan kun je ook naar een seculier seminar gaan over leiderschap en communicatie en strategieën en planningen. Want die zijn er legio. Maar het verschil tussen het christelijk leiderschap, en ik zeg niet dat dat allemaal verkeerd is, maar het grote verschil is dat bij het christelijk leiderschap het veel meer een family gebeuren is. En een vaderlijk iets is wat opereert vanuit relatie en uit liefde en verbondenheid. Dan vanuit, zeg maar, zakelijk, strategisch, efficiëntie en productiegerichte denken. En dat is heel belangrijk om dat te beseffen. Want we hebben een periode gehad in heel veel kerken dat er een soort gewoon fascinatie was van dat hele structuurdenken en mission statement en strategie en planning en organisatie. En je kan er heel erg onder de indruk komen van, nou, dat zit echt goed in elkaar getimmerd. Maar dat zegt nog niks over of daar de harteklop van God is.
En nog geen 2 weken geleden is Jaap Kooi begraven. Wie kent Jaap Kooi hier? Zijn er mensen die Jaap Kooi kennen? En enkele wel, hè? Nou, Jaap was 85 jaar. Jaap was voor mij echt een vader. Als ik denk aan één geestelijke vader in heel Nederland, dan is het Jaap Kooi. Meer dan wie dan ook. En ik ben dan ongeveer, nou, wat zal het zijn? Nou ja, dat zal een jaar of bijna 40 jaar geleden, werd ik ingezegend als evangelist in de gemeente van Bert Niehof in Culemborg. Op een zondag, omdat, ja, ik sprak daar al wel, maar gemeenteleden zeiden, ja, hoe kan het, hij mag wel spreken, maar hij is bijna nooit in de kerk en de anderen zijn altijd trouw. En toen zei ik, joh Bert, als je gelooft dat ik door God geroepen ben om dit te doen, wil je me dan inzegenen? Want ik snap de gedachten van die mensen wel, maar als je er onderkent dat ik een roeping heb voor het lichaam, niet alleen voor deze gemeente, dan wordt het duidelijk voor de mensen dat ik er niet altijd ben, maar daarom dat ik nog wel kan spreken, omdat ik een roeping heb voor het lichaam in een bredere setting. En dat is toen gebeurd. En toen sprak broeder Bos uit ergens Groningen, ik weet even niet eens die plaats. En op de begrafenis van Jaap was broeder Oostra, de zoon van de oude broeder, die zullen jullie allemaal niet kennen hoor, dat kan ik me voorstellen. Maar die oude broeder Oostra en die broeder Bos, die daar voorheen voorganger was, en Jaap Kooi, dat waren echt allemaal vaders. En ik weet nog goed, die zondag dat ik ingezegend zou worden, sprak dus die oude broeder Bos. Die is geloof ik bijna 101 geworden en ook een paar jaar geleden overleden. En als je nu aan mij vraagt, Jaap, waar heeft die man over gesproken? Dat weet ik echt helemaal niet meer. Maar ik heb die hele dienst zitten janken. Waarom? Die man die droeg de aanwezigheid van God met zich mee. En dat voelde ik gewoon. En dat raakte mij. En datzelfde heb ik ook met Jaap Kooi. En toen was die zoon van Oostra, die daar de voorganger was. Ik zei, ik wil je wat vertellen. Weet je, jullie vorige voorganger, broeder Bos, zo en zo. Ja, zei hij, dat is het. De tegenwoordigheid van God. En dat is wat vaders hebben. En dat is wat we nodig hebben. Want gij hebt wel veel leraren, maar niet vele vaders. En er is een heel groot verschil. Ik ga jullie ook een bestandje geven. Met 27 verschillen tussen vaders en koningen. Want kijk, een koning kan maar door één persoon opgevolgd worden. Maar een vader kan meer zonen verwekken. En als je een koning bent, dan is iedereen een bedreiging voor jouw troon. Maar een vader, die leeft niet voor zijn eigen, die leeft voor het welzijn van zijn kinderen. Willem gaat nu ook vader worden, hè? Daar zien we helemaal naar uit. Nou, ik ben vader van 5 kinderen en van 8 kleinkinderen. En wat ik uiteindelijk wil is, dat ze niet... Kijk, ik ben zo begonnen, dat is normaal, zo hoort het ook. Je bent eigenlijk ziek als je daar niet zo mee begint. Want je kind heeft grenzen nodig en jij moet die aangeven. En dus we moeten ook leren in de gemeente, als je een rol krijgt als leider, dan moet je ook kunnen onderscheiden. Is het een pas bekeerd iemand? Is het iemand die al heel lang met God wandelt? Is het iemand die de ruimte nodig heeft om zijn eigen koers te kunnen gaan binnen de setting van de gemeente? Want dan komt zo iemand uit de verf. En als jij begint en je bent natuurlijk de oudste, hè, dan bedoel ik niet de oudste in leeftijd, maar de oudste in het geloof. Ja, dan kijkt iedereen tegen je op. En ik heb een heel mooi voorbeeld daarvan. Ik was in Oeganda op mijn, ik geloof, 2e reis, hè, waar ik dus toen niet naartoe wilde. Maar toen zag ik een jonge man. En die zag er heel ziek uit en depressief. En toen zei ik tegen hem, joh, wat is er met jou aan de hand? Hij zegt, ik heb AIDS. Ik zeg, hoe komt het dan? Hij zegt, ja, ik had een paar concubines. Hè. Ik had een paar vrouwen buiten mijn huwelijk. En ik ben besmet geraakt en nu ga ik dood.
En ik heb overal pijn en koorts en uitslag en enzovoort enzovoorts. En ik zei tegen die man, ik zeg, weet je, het loon van de zonde is de dood. En wat je nu oogst, ik heb hem geen boter op zijn hoofd gesmeerd. Ik zeg, het loon van de zonde is de dood. En dit zijn de gevolgen van je losbandige leven. Ik zeg, maar de genade die God geeft is eeuwig leven. Ik zeg, als jij je bekeert en breekt met de zonde, zal God je vergeven. En als je dan sterft, dan weet je zeker dat je in het vaderhuis komt. En ik had toen een vijfdaagse campagne. En hij kwam elke avond. En hij kwam ook elke avond naar voren om opnieuw zijn leven aan de Heer te geven. Nou, liever 5 keer te veel dan 1 keer te weinig. En, dus ik bad ook voor hem. Maar ik bad ook voor de zieken. En hij stond ook iedere avond in de rij om te bidden. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik had helemaal geen geloof. Ik dacht, het is fijn, hij heeft vrede met God. Als hij straks doodgaat, dan gaat hij naar de hemel. Maar wat gebeurde er? Die man die ging terug naar zijn dorp. En die had de boodschap echt in zijn oren geknoopt. Eigenlijk in zijn hart geknoopt, moet ik zeggen. En die ging met iedereen alles in orde maken. Om vergeving vragen. En hij had de kist al in huis staan en had gezegd, als ik er niet meer ben, is dit voor jou en dat voor jou en dit en zo. En toen op een gegeven moment verdween zijn koorts en zijn pijn en hij begon zich goed te voelen. En toen zei zijn zus, die kende ik ook, die kende ik eigenlijk al langer, die zei, joh, waarom ga je niet naar Kampala, naar het ziekenhuis, om je te laten testen? En toen dachten ze eerst nog dat ze het buisje verwisseld hadden, maar toen hebben ze hem nog een tweede keer getest. Maar toen, hij was negatief. Hij had gewoon geen aids meer. Hij was genezen door God. Hij zegt, nou, ik sprong een gat in de lucht, want ik was al klaar om naar de hemel te gaan. Dus hij ging terug naar zijn dorp. En hij wist, ik bedoel, me voorstellen, een pasbekeerde jongen. Hè? Hij wist één ding, het loon van de zonde is de dood. En de genade die God geeft is eeuwig leven. En ja, promiscuïteit en zeg maar polygamie was echt heel verschrikkelijk daar in die cultuur. Dus hij ging het dorp door en hij zegt, jongens, ik ben genezen. En als jullie je niet bekeren, ga je naar de hel. Want het loon van de zonde is de dood. Maar de genade die God geeft is eeuwig leven. Nou ja, en iedereen die zag gewoon van, ja, die man heeft recht van spreken. Dus het halve dorp kwam tot geloof. En hij was de oudste. En ze zeiden dus, hoe moeten we nu verder? Over leiderschap gesproken, hoe lang moet je bekeerd zijn om een leider te zijn? Hij was de oudste van alle gelovigen in het dorp. En af en toe dan dacht hij, oh, hoe moet het? En dan ging hij naar Kampala, naar die andere vrienden van mij. En zei, heb je nog een preek voor mij? Want hij had helemaal geen preek, hij had nog nooit gepreekt. En toen heeft hij samen met de dorpelingen, hebben ze een kerkje gebouwd. Alleen ze hadden geen geld, de golfplaten waren de duurste. En een jaar later kwam ik terug en toen zeiden ze, ken je die man? Ik zei, weet ik veel wie dat is. Ik had hem ook niet meer herkend. Nou, we hadden die en die. En ik heb er trouwens nog een filmpje van. Als je op mijn YouTube-kanaal teruggaat in de tijd, man genezen van aids, dan zie je mij met hem. Dat is prachtig. Ik geloof twee filmpjes zijn ervan. Toen heb ik dat dak gesponsord van dat kerkje. En toen ben ik een aantal jaren niet weer in Oeganda geweest. Toen kwam ik weer, toen had hij 3 kerken. En toen had ik een campagne in Bomba in West-Oeganda. En toen heb ik hem, er gebeurde niet zoveel. Totdat ik hem liet getuigen op het podium. Dat was geweldig. Die man die kon beter preken dan ik. Niet beter preken, maar zijn getuigenis sprak natuurlijk boekdelen in een land waar zoveel aids is. En hij zei, als je nou weer komt, dan wil ik dat je ook naar mijn dorp komt en om te spreken. En ik heb toegezegd, maar ik ben nog niet weer in Oeganda geweest. Is die man een leider of is die geen leider? Ja, die man is een leider. Dus wanneer ben je een leider? Ik wil maar zeggen dat je hoeft eerst niet grijze haren of kaal te zijn voordat je een leider kunt zijn. Maar je bent een leider als je een volgeling van Jezus bent. Want dan ben je een voorbeeld voor, volg mij na zoals ik anderen navolg. De beste kwaliteit van leiderschap is een volgeling van Jezus zijn. Maar waar het naartoe gaat is uiteindelijk, kijk, nu zijn al mijn kinderen zelfstandig. Ik geef ze af en toe nog wel eens wat. En dat blijf ik ook doen, want de relatie blijft. Maar ze zijn niet meer afhankelijk van mij. En dat is het doel van leiderschap,
is eigenlijk om jezelf overbodig te maken. Uiteindelijk. Maar daar begint het niet mee en je kunt het ook niet overslaan. En een prachtige tekst om dit te begrijpen is als Johannes... Johannes de Doper heb ik het over. Als hij dan Jezus ziet, dan zegt hij... Hij moet wassen en ik moet minder worden. En de volgorde is ook belangrijk. Want als jij minder wordt... Als ik hier minder word... Voordat mijn zoon gewassen is... Dan komt hij in een vacuüm, want... Dat is als ouders zeggen, wat wil je eten? Hoe laat wil je naar bed tegen een driejarige? Ja, dat, weet je wel, dat werkt niet zo. Hij moet wassen en dan moet ik minder worden. En dat betekent dus een dynamisch principe. En dus ik kan je niet zeggen, dit zijn de regels en zo moet je het doen. Want het ene, de ene is iets eerder volwassen en heeft iets meer teugelvrijheid nodig om zich te ontwikkelen. En dat moet je die teugels laten vieren om zijn eigen grenzen te verkennen en ook om fouten te maken. En dat is soms een van de moeilijke dingen, dat ja, als je zelf getraumatiseerd bent door domme fouten, dan wil je de ander behoeden voor die fouten. Maar hoe leert iemand nou lopen? Door vallen en opstaan. Dat is, kijk, en natuurlijk, hij die je voor struikelen kan behoeden, en dat wil God ook wel. En ik kan me herinneren, en misschien dat je dat zelf ook herinnert, als klein jongetje wandelde ik aan de hand van mijn vader, en af en toe struikelde ik, maar dan hing ik in de lucht, want dan hield hij mij gewoon overeind. En dat zal God ook altijd doen. Maar hij wil dat je op je eigen benen gaat staan. Hij wil dat je eigen initiatief ontwikkelt. Je bent geen robot, slaaf van de Heer. Dat is in dit autoritaire denken wel zo. Maar dat is in het Koninkrijk van God helemaal niet zo. Ik weet nog goed dat ik... Heer, waar wilt u dat ik over spreek? Heer, waar wilt u dat ik over spreek? Oh, Heer, het spreekt tot mij. Heer, waar wilt u dat ik over spreek? En heel vaak sprak God waar ik over mocht spreken. Maar soms zei de Heer tegen mij, jij mag het vandaag zeggen. Ja, maar ik wil doen wat u wil. Nou, wat ik wil is dat jij het vandaag mag zeggen. En ik durfde die verantwoordelijkheid niet aan om te beslissen. Maar dat is juist vertrouwen dat God zegt, jij mag het vandaag zeggen. Maar ik ben ook geïnteresseerd, als God echt wil dat je over iets spreekt, dan weet hij je dat heus wel duidelijk te maken. Maar op het moment dat hij jou ruimte geeft, dan geeft hij je eigenlijk een stukje verantwoordelijkheid. Dan zegt hij, ik vertrouw je. Ik bedoel, het is krankzinnig als mensen naar je toe komen en zeggen, moet ik gele washandjes kopen of groene? Pastor, ik zou zeggen, hoepel op, dan maakt het lekker even zelf uit. Maar op het moment dat je als leider niet geworteld bent in je relatie met God, dan ontleen jij je waardigheid aan je positie. Ja, ik zie je wel, ze komen allemaal naar mij. Ik ben de leider. En ik kan zeggen, zonder dat ik profeet ben, dat is gedoemd om te mislukken vroeg of laat. Want dan bouw je geen mensen op. Dan maak je gewoon marionetten van je mensen. Die blinden, dat is sectarisch. Het is juist de uitdaging in de ontwikkeling. In het begin moet je wel zelf, want het kind heeft nog geen onderscheidingsvermogen. Die kan nog niet. Maar in de ontwikkeling, dan gaat het erom. En ik coach ook diverse jonge mensen. En dan komen ze soms met vraagstukken. Maar heel vaak zeg ik, heb je er zelf al over nagedacht? Wat denk jij wat een goede oplossing is? En 9 van de 10 keer zeg ik, man, je weet het eigenlijk al. Dat heb je hartstikke goed gedaan. Weet je, en dan hoef ik helemaal niks meer te zeggen. Alleen maar te bevestigen dat ze eigenlijk... En natuurlijk, kijk, als ze dan met een hele domme, om gebrek aan inzicht iets zeggen, dan zeg ik, ja, maar heb je dan daaraan gedacht? Want dat heeft wel consequenties. En dan hoef ik ook niet te zeggen, stommeling, en zo doe je dat niet. Maar dan ga ik ze helpen om te laten zien dat dit besluit ook hele nare consequenties kan hebben. En dan laat ik ze voor zich en zeg ik, joh, heb je daar wel over nagedacht? En is het dan wel wijs om dit te doen?
Maar ik wil eigenlijk, wat ik wil, dat ze mee participeren, maar dat ze leren zelfstandig tot die beslissingen te komen. En ik moet ook zeggen dat voor mij zijn die mannen, een man als Jaap Kooi en broeder Bos en ook Bert Niehoff in het verleden, dat zijn vaders voor mij geweest die mij niet hebben verteld wat ik moest doen, maar die als het ware mij in dit hele traject hebben meegenomen om te groeien naar een stuk zelfstandigheid. En ik geloof dat is wat God wil. Dat we op die manier onze leiderschap ontwikkelen. En nog een paar voorbeelden. En ik heb er heel veel. En ik zou... wacht even, die heb ik hier. Ik heb 3 boeken geschreven over vaderschap. En als ik ze opnieuw zou schrijven, dan zou ik de volgorde veranderen. Want ik schreef eerst dit boek, Apostolisch Vaderschap. En dat gaat over, vaderlijk leiderschap binnen de kerk. Dus dat je niet alleen maar, niet alleen maar de directeur bent van het bedrijf, maar dat je het hart van een vader hebt. En dat gaat vooral over Elia en Elisa. En toen schreef ik dit boek, De Echte Man. En De Echte Man, dat gaat over jouw rol als vader in het gezin, voor je eigen kinderen. Als ik het opnieuw zou doen, dan zou ik eerst deze schrijven. Want ik denk dat voordat je een vader voor Gods kinderen kunt zijn, waarom zou God jou een vaderlijke rol geven voor zijn kinderen, als je nog niet eens een goede vader bent voor je eigen kinderen? Dus ik zou nu de volgorde anders doen. Maar zo is het eenmaal gegaan. En toen schreef ik dit boek. Heel lang zijn deze 3 boeken de best verkochte boeken geweest. En nu ben ik met andere thema's bezig. Maar Gods hart voor wezen en weduwe. En inmiddels hebben we meer dan 2000 kinderen wereldwijd in gezinnen kunnen plaatsen. Want God is een vader voor de vaderlozen. En hij wil een vader zijn voor alle vaderlozen. En ik geloof dat hij wil dat wij zo zijn hart ontdekken, dat wij mogen groeien in dat vaderhart ook voor de vele vaderlozen. En dan bedoel ik niet alleen de vaderlozen, de echte hardcore wezen wereldwijd. Maar ook in dit land zijn er miljoenen vaderlozen. Die hebben wel een vader, maar dat is geen vader, als u begrijpt wat ik bedoel. Hoeveel zijn er niet, die zijn eigenlijk nooit echt bevaderd. En daar gaat de kerk mank aan, want je hebt wel vele leraren, maar niet vele vaders. En wat geeft een vader mee aan een kind? Zijn DNA. En een leider geeft geen DNA mee. Een leider die leert wat hij weet, maar een vader produceert wie hij is. En dat is een heel groot verschil. Want als je echt een vader had, en even misschien ter correctie, want ik zie hier ook vrouwen zitten en je zou keine, als je dus in gender, in geslacht denkt, dan denk je, oh, dat geldt dus niet voor mij. Maar als ik de bruid van Christus kan zijn als man, dan kun je als vrouw ook een vader zijn, als ik het zo mag zeggen. Of een moeder. Dus dat je niet denkt van dit geldt alleen voor de mannen, want het geldt ook voor de moeders net zo goed. Het gaat om het hebben van dat hart van God. Ik heb trouwens ook een hele leuke boodschap. Die staat in het boek van Echte Man. Het moederhart van God. Want God is de mens is geschapen naar het beeld van God, man en vrouw. God heeft zowel het vaderlijke directieve, het productieve, als het tedere, verzorgende. En ik weet nog goed, als mijn vrouw, als de baby huilde, begon de melk al te stromen. En dan had ze van die pads onder haar BH, omdat, ja, een heel natte blouse. Maar het is zo'n prachtig beeld dat, het woord El Shaddai, God de Voorziener, dat is in het Hebreeuws moederborst. En de voorziening begon al te stromen als de baby huilde. En ik geloof, dit is zo'n prachtig beeld, dat God is niet alleen vader, maar hij is ook moeder, hij is de voorziener. En als wij meer ons zouden focussen op die rol, even los van management, organisatie, planning, communicatie en al die dingen. Want ik moet eerlijk zeggen dat toen ik begon, ik altijd op deze golflengte heb gezeten. En ik was altijd
geïntimideerd door die mensen. Die hadden hele charge en plannen en orde. Dan denk ik, goh, dat kan ik allemaal niet. Maar achteraf denk ik, dat is ook mijn roeping niet. En mijn kracht ligt... En ik zeg niet dat het niet belangrijk is, want het, als het de kerk heel groot wordt... ik ben ook blij dat we regels hebben in het verkeer, dat we rechts rijden en stoppen voor rode licht en dat soort dingen. Want je moet er niet aan denken, als we die organisatiestructuren niet hadden, wat voor een chaos het dan zou zijn. Maar de ondertoon, de onderstroom is niet de organisatie, maar de hartenklop van de Vader. En Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En waarom is het zo belangrijk om dat te ontdekken? Omdat een vader laat zich niet manipuleren door een kind die bij een ander wil wonen. Maar als jij geen vader bent, dan ontwikkel je wat ik dan noem een Saul-syndroom. En hij zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Want koning Saul, die was geen vader. En hij ontleende zijn identiteit aan zijn rol als koning. Ik ben de koning en jullie moeten mij gehoorzamen. En toen David opgewekt werd door God en het volk zei, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David tienduizenden. Toen kwam er jaloezie, want je vergelijkt je met anderen. Want je hebt je identiteit niet in je relatie met de hemelse Vader, maar je hebt je identiteit in je positie als leider, in je rol als voorganger of oudste. En ik heb het ook, moet ik eerlijk zeggen, ik heb het ook vaak zien misgaan dat iemand trouw was en toegewijd en dienstbaar in de kerk tot die oudste werd. En in één keer leek het wel of we niet meer tot zijn hart konden komen, want nu was die oudste. Weet je wel? En dat betekent dat er moet eerst iets anders. Je ware identiteit is nooit in wat je doet, maar in wie je bent. En in je relatie met de hemelse Vader. Als Jaap Dieleman geen boeken meer schrijft en geen zendingsreizen, is hij nog altijd een zoon van God. Ik ben geen zoon van God om wat ik doe. Wat ik doe is de vrucht van het feit dat ik aan hem verbonden ben. Maar als ik niks doe, ben ik nog steeds aan hem verbonden. En je ziet dat heel veel dingen fout gaan als die ondertoon nooit goed is gezet in het leven van iemand. Want dan wil die, dat zie je soms ook, en ik zal gewoon een praktisch voorbeeld geven. Als jij een hele, zeg maar, dictatoriale vader hebt gehad, die zegt, nu heb je het goed, want je hebt een 10. Dit is niet goed, want waarom heb je maar een 8? En ik hou meer van je als je het goed doet. En dan groei je op eigenlijk met het idee, als ik nou goed presteer, dan houdt mijn vader van mij. En dat gebeurt, ik leg het nu uit, maar het gebeurt heel vaak in een onderbuikgevoel, niet heel rationeel. Maar dan komt zo iemand tot geloof en zijn beeld van vader God is ook zo. En die lopen soms het hardste van iedereen. Die zijn in elke bidstond, die geven en die bidden en die doen. En die mannen, denk je, wat een voorbeeld. Maar ze worden niet door de onvoorwaardelijke liefde gedreven, maar naar de hunkering van acceptatie. Als ik het nou maar goed doe, dan houdt God misschien wel echt van mij. Want dan heb ik mijzelf bewezen. Maar ik heb goed nieuws voor u. God houdt van je, al zou je nooit wat bewijzen. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. En je ziet dan ook dat zo iemand vroeg of laat in zijn leven, dan hoor je dan van, nou, die heeft een burn-out. Ja, dat is onvermijdelijk dat je een burn-out krijgt. Want je opereert niet vanuit rust. Je werkt niet door Gods liefde, je werkt voor Gods liefde. En omdat dat jouw verkeerde DNA is, zou ik bijna zeggen, je verkeerde denkbeeld, word je ook zo'n leider. En ga je op dezelfde manier met jou en geef je als het ware dat verkeerde DNA ook door. Dat je eigenlijk pas, als je dan leider wordt, dan ga je de mensen ook op die manier behandelen. En ik zal nooit vergeten, ik ga geen namen noemen. Maar ik weet de details niet, maar ik ben ervan overtuigd dat deze jongen zelf
nooit een vader heeft gehad die hem onvoorwaardelijk lief had. Want wat gebeurde er? Hij werd een voorganger en die kerk groeide. En hij zei tegen de mensen, jullie moeten trouw en toegewijd zijn om te bewijzen dat jullie mijn vaderschap waard zijn. Man, mijn hart brak toen ik dat hoorde. Toen dacht ik, man, verschrikkelijk, ik zou nooit in die kerk willen horen. Want luister, het is precies andersom. Ik moet bewijzen aan mijn zoon die, nou ja, laten we eerlijk zijn. Je kind wordt, je vrouw wordt zwanger. Sommigen die zijn 9 maanden aan het spugen. En pijn en ontwrichte heup. En dan de geboorte en alle kosten. En dan komt het kind, de slapeloze nachten. En dat gaat ook jaren door. En papa, kijk eens wat een mooie schildering gemaakt heb op het behang. En hij spuugt je schone overhemd onder, terwijl je net naar de kerk wil gaan. En dan zeg je, oh, wat is die lief. Waarom zeg je dat? Omdat je een vader bent, omdat je een moeder bent. Mensen die nog geen kinderen hebben, die zeggen soms, nou, aan mijn lijf geen polonaise, al dat gedoe, die stinkluiers en dit en dat. En dan krijgen ze een kind en dan lijkt het ineens alsof ze drugs gebruikt hebben, want de kind doet er niks meer fout. En alles is goed en alles is mooi en nou, het is een lief. Waarom? Er is iets vrijgezet in jou, de liefde van een vader en een moeder. En er is geen offer te groot. Dat doe je omdat je die hartenklop van een moeder hebt gekregen, van een vader hebt gekregen. En eigenlijk, als je dat niet krijgt, zou je ook geen kinderen moeten krijgen. Want zo'n kind groeit op van, je bent een last, je kost me zoveel geld, slapeloze nachten. Het is toch verschrikkelijk als je zo'n vader hebt. En als een kind dan ouder wordt en die wordt christen, die probeert ook altijd maar aan God te bewijzen dat hij die liefde moet verdienen. Maar lieve vrienden, het moet heel diep in ons geworteld zijn dat we niet werken voor Gods liefde, maar door Gods liefde. Ik ben gered toen ik nog niemand was. Het is hetzelfde als dat je tegen je pasgeboren zoon zegt, weet je, als jij straks in het Nederlandse Olympische teams voetbalt en scoort, dan zal ik een goede vader voor je zijn, dan zal ik van je houden. Nou, hoe misdadig is dat dan eigenlijk niet? Ja, het is precies andersom. Mijn kind hoeft niet te bewijzen dat hij mijn vaderschap verdient. Ik moet bewijzen dat ik een goede vader voor hem ben. Dat is de uitdaging die we moeten snappen. En niemand doet het perfect. Want wat staat er in de Hebreeënbrief? Aardse vaders hebben naar beste weten hun kinderen getuchtigd omdat ze deel krijgen aan de gerechtigheid van God. En we maken allemaal fouten. En ik weet nog goed, toen ik dat boek schreef van de echte man, was ik in Trinidad. En man, dat is zo'n fijne kerk, daar kwam ik zo graag. En toen besefte ik van, weet je, niemand van ons is de volmaakte vader. Niemand. Niemand van ons. En we zijn het ook eigenlijk niet waard. Maar God in zijn grote liefde heeft ons gekozen om in zijn voetsporen te treden. En je kunt het ook niet leren, want de volmaakte vader bestaat niet. Ten diepste moet je het van God zelf leren. Van de hemelse vader. En hoe meer ik hem volg, en dat zijn weer de woorden van Paulus, volg mij na zoals ik Christus navolg. Hoe meer ik een volgeling van Jezus ben, hoe meer dat beeld van de vader in mij gestalte krijgt. En dat leer je niet op een bijbelschool. En dat leer je ook niet in een bijbelstudie of uit een boekje. Ja, dat kan je helpen, dat kan je stimuleren. Ik heb die boeken niet voor niks geschreven. Maar ten diepste leer je het in je relatie met God. Dat je zijn genade voor jezelf ontdekt. En dan zie je bijvoorbeeld dat koning Saul, die wordt dan jaloers. Omdat hem geven ze duizenden. En mij tienduizenden en mij maar duizenden. En ik zeg wel eens, weet je, mijn eigen zoon is geen prediker, maar David de Vos, die kennen jullie wel, is mijn schoonzoon. Nou ja, als ik zie hoe groot die bediening van hem is geworden, nou, dan ben ik maar een kleine jongen bij. Maar denk je dat ik jaloers ben? Wel nee, ik ben alleen maar trots. Ik heb geïnvesteerd in die jongen. Als je een vaderhart hebt, dan zeg je niet van, ja, ik maar 1000 en hij 10.000. Nee, dan zeg ik, dat is mijn zoon. Dat is mijn geestelijke zoon. En samen hebben we 11.000 geslagen.
En dan heb je dat probleem niet. En als je ziet hoeveel problemen er in de kerk zijn door het niet hebben van de juiste identiteit en het niet kennen van het vaderhart van God voor jezelf, waardoor je altijd gewoon in competitie. En dan ben je altijd of beter of slechter. Je kan eigenlijk nooit naast mensen staan. En dat maakt het ziekelijk. En het is mijn gebed dat er meer van dit soort besef, ook in de vorming van leiderschap, dat dat gewoon versterkt wordt. En nogmaals, je kunt best wel iets leren van anderen en van vaders om je heen die dat meedragen. Maar ten diepste moeten wij het leren van de Hemelse Vader door onze omgang met hem. En nog een mooi voorbeeld van koning David, vind ik ook een heel mooi voorbeeld. David krijgt op een gegeven moment de indruk van, ik wil Siklag innemen. En dan zegt hij tegen zijn mannen, hè, want hij heeft een heel leger om zich heen verzameld. Hij is nog geen koning in Jeruzalem dan. En er is een conflict met koning Saul nog. En dan zegt hij, ik wil Siklag innemen. En dan, hij is helemaal enthousiast en hij meent dat van God te hebben gehoord. En ik geloof ook dat hij het van God had gehoord. En dan zeggen zijn mensen, ja, maar David, is het wel verstandig? Want straks zitten we in die stad en dan komt koning Saul en die omsingelt die stad. En dan, dan zitten we in de val. En dan zegt David niet, ik ben de koning, ik heb het van God gehoord en hou je mond, we gaan. Nee, dan, dat vind ik zo mooi. Dan zegt David, ik zal de Heer opnieuw raadplegen. En dan neemt hij dus zijn mensen heel serieus en gaat met die informatie terug naar God. En zegt God, ik had gemeend te horen dat u zegt, ik zeg het even met mijn eigen woorden, neem Siklag in. En dit is wat mijn mensen zeggen, Heer, heb ik u goed verstaan? En de Heer zegt, ja, trek op, want ik zal met je zijn en ik zal je leiden. En dan gaat hij opnieuw terug. Dus hij doet uiteindelijk wel wat God zegt. Maar zie je hoe serieus hij omgaat met de informatie en de gedachten van de mensen met wie hij het samen. Hij betrekt hen dus in de besluitvorming. En het wil niet zeggen dat hij altijd maar buigt voor wat die ander vindt. Want hij bleef wel uiteindelijk, opnieuw overweging, bleef hij wel bij zijn eerste besluit. Maar hij had het er wel bij betrokken. En hij zegt, jongens, ik heb de Heer opnieuw geraadpleegd. En de Heer zegt dat hij over ons zal waken en laten we optrekken. En dan trekt hij op. En dan zie je dat David, die neemt zijn mensen serieus. En ik heb ook wel eens leiders die bij mij kwamen die zeggen, ja, mensen nemen mij niet serieus. Maar toen ik ging analyseren, toen dacht ik, ja jongen, je krijgt een koekje van je eigen deeg. Als jij je mensen niet serieus neemt, ja, dan ga je oogsten wat je zelf gezaaid hebt. Jij neemt hun niet serieus. Ja, en nou vind je het gek dat zij jou ook niet serieus nemen. Dat is hetzelfde als Grapperhaus, die zegt, jullie zijn allemaal aso's omdat je geen afstand houdt. En vervolgens breekt hij ook de regels. En dan wordt hij ook nog eens een keer niet beboet aanvankelijk. Ja, nu, het is ook een schijnproces, want het moet wel eigenlijk voor de verplichting. Maar laten we eerlijk zijn, zijn waardigheid als leider heeft hij eigenlijk al verloren. Want hij heeft zijn voorbeeldfunctie heeft hij gefaald. Terwijl hij zich nog zo keihard heeft uitgelaten, dat zijn aso's. Dan denk ik, hou de eer aan jezelf, man, en stap toch op. Want welk recht van spreken heb je eigenlijk nog? En nou, voor de schijn hebt hij dan een boete betaald, maar die man verdient toch genoeg. En ik heb gezegd, en ik zeg het hier ook nog een keer. Ze zouden die familie die een taartje gingen eten, die 4 boetes kregen, die zouden ze dan ook 1 boete moeten geven. Of ze moeten alle gasten in het feestje van Grappenhaus een boete van €390 geven. Want nu wordt er niet met gelijke monniken, gelijke kappen. En ik zou je zeggen, als we dit soort dingen toelaten binnen de kerk, dan kan ik je nu al garanderen, en hoef ik geen profeet voor te zijn, dan kalft het vertrouwen binnen de gemeente af. Omdat je gewoon een precedent schept en dat je mensen met voorkeursbehandelingen, die mogen het wel en anderen mogen het niet.
En gerechtigheid siert een volk. En zeker binnen de kerk van Christus is dit belangrijk. En als je analyseert, en ik ben natuurlijk nu bijna al 44 jaar onderweg, dan zie ik ook dat heel vaak als het mis is gegaan, dat het mis is gegaan omdat deze fundamenten niet goed gelegd zijn in de levens van de leiders. En nog een voorbeeld, en dan denk ik dat het goed is dat we even een break hebben. Als David, gaat dan iedere keer gaat die, optrekken en strijden, hè, tegen de vijanden. En dan komt hij terug en dan blijkt dat de vijand, die heeft de stad waar hij toen woonde, die hadden ze toen veroverd. En hadden ze al zijn vrouwen en vee en alles meegevoerd. Ja, ik doe het even helemaal uit mijn hoofd hoor, ik heb even geen tekstreferenties. Ik heb de verhalen vaak wel goed, maar de referenties, dat is niet mijn sterkste punt. Maar jullie kennen vast dat verhaal wel. En dan is het volk ook nog eens een keer boos op hem. Hè? Want ik bedoel, ze hebben een verschrikkelijke nederlaag geleden. En ik snap de reactie van de mensen. En dan staat er dit. En David sterkte zichzelf en hij zocht het aangezicht van God. He, als je een nederlaag leidt waar ook de hele gemeente door gedupeerd is, ja, waar ga je dan je hulp zoeken? En hij zocht het aangezicht van God en hij sterkte zichzelf in de Heere. Geweldig. He, ik las net weer een berichtje, want mijn laatste wachter 8. Dan roep ik in de Heere. Ik ga niet uithuilen op de schouders van Roy. Ik sterk mezelf. Ja, dat mag ook hoor, dat geeft niet. Maar ik sterk mezelf in de Heere. En het is niet makkelijk. Maar dan zegt de Heer, wat moet ik doen? En dan zegt de Heer, trek achter hun aan. En dan gaat hij naar zijn mensen. En dan zegt hij, ik heb de Heer gezocht. En laten we achter hun aantrekken om het terug te veroveren. En dan de helft heeft de hele dag gestreden en die is moe. En dan zie je dat David houdt ook rekening met de zwakste in het team. En die zegt, joh, als we rekening houden met de zwakste, dan zijn we niet snel genoeg om ze te achterhalen. Blijf jullie maar bij het pak goed, zegt hij dan. En dan is er dus een deel wat optrekt. En dan veroveren ze alles terug. En ook nog met nog meer van de vijand zelf. En dan komen ze terug. En dan zeggen degenen die gestreden hebben, ja, maar we gaan de buit niet delen met hun, want hun zijn niet mee uitgetrokken. En dan zie je dat David zo'n goede leider is, die zegt, degenen die bij het pak zijn gebleven, zullen net zo goed delen in de overwinning als degenen die uitgetrokken zijn om te strijden. En dan bewaart hij de eenheid van het hele team, doordat hij met die goddelijke wijsheid daarmee omgaat. En dan wil ik jullie een diagrammetje voor geven. En ik hoop dat je daar wat aan hebt. Dat is echt iets om over te mediteren en na te denken. Maar dit is zoals ik het zie. En zoals ik dat voorbeeld hier ook uitgehaald heb. Want ik zie eigenlijk drie cirkels. Drie cirkels. Even kijken. Hoe zal ik het even doen? Zo. En dan... Oké. Nou, dit is het doel van de groep. Dit gaat over het individu binnen de groep. En dit gaat over de groep. He, want je hebt het over een gemeente. Er zijn dus eigenlijk drie gebieden. Het doel. Het team. En de individuele spelers. En waar moet de leider nu eigenlijk gepositioneerd zijn? In dit gebied, waar alle drie overlappen. En dat zie je dus in dit verhaal zo prachtig. Want wat was het doel? Terugveroveren. Hij moest het team meekrijgen. Maar hij hield ook rekening met de individuele spelers die niet mee konden. En dit is echt iets om mee te nemen en over te mediteren. Als jij voor een verantwoordelijkheid staat om na te denken van... Want als je dit weglaat, het doel,
dan ben je alleen nog maar een sociale club. Oh, wat is het fijn om bij elkaar te zijn. Alleen we gaan ergens naartoe. Weet je wel? Ja, sommige kerken zijn verworden tot dat. Oh, wat is het fijn. Maar er wordt geen ziel meer gewonnen. Weet je wel? Er is helemaal geen visie meer. Er is geen doel. Terwijl de gemeente heeft een doel. En het doel is om het licht van de wereld te zijn. En het zout van de aarde te zijn. Om mensen in contact met Jezus te brengen. En ze te bouwen tot volwaardige christenen. En op te voeden tot, hè, tot wat Efeze zegt. Om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon. Als dat doel wegvalt, dan ben je geen goede leider. Er moet een doel zijn. Zonder visie verwildert het volk. Dan word je alleen maar een sociaal clubje. En sommige kerken zijn daaraan kapot gegaan. Daarnaast heb je individuele spelers. Als ik een bedrijf heb en ik heb in stalen balken, maar ik heb ook een kantoor. Ja, dan zet ik dat meisje niet in de werkplaats om stalen balken te sjouwen. En die grote sterke kerel zet ik ook niet achter de computer. Want die vent krijgt hoofdpijn en die vrouw die krijgt rugpijn. Want ik moet de juiste speler, en dat is in de teamsport ook. Je hebt hele goede verdedigers, je hebt hele goede aanvallers, je hebt hele goede middenvelders. En ze moeten het samen doen. En het is een enorme uitdaging voor een geestelijk leider om de juiste man op de juiste plaats te krijgen. En daar maken we allemaal fouten mee en dat geeft ook helemaal niet. Maar als het hart is van, Heer, wat is de plek voor deze man en voor deze vrouw? Hoe kan ik hem haar helpen om de juiste plek te vinden waar hij, zij verder kan groeien en haar talent kan ontplooien tot toerusting van dienstbetoon, van het lichaam. Dus rekening houden met het individu. Maar tegelijkertijd ook de teamspirit. Hoe hou je alles bij elkaar? Ik heb in kerken genoeg dingen gezien dat ik denk, oh mijn God, waarom doe je nou zoiets? Weet je wel? Waarom neem je... Ik zal nooit vergeten, en het gaat over dit huis, toen Kees hier nog was. Toen kwam die mevrouw uit Frankrijk. Ach, echt. En die prof, en toen was, ja, ik weet niet meer hoe die jongen heette, maar jullie hadden toen een paar dagen gevast en gebeden en die liet de confettibom af hier. Matthias. Ja, ik zeg het niet om iemand pijn te doen hoor, maar en ik was zijdelings alleen maar betrokken. Maar ik heb toen met Kees gesproken. Ik zeg, Kees, als er een, en want toen was zij zo verontwaardigd, ze vond het zo oneerbiedig en eigenlijk godslasterlijk bijna. En ik zeg niet dat het nou heel wijs was van Matthias, dat zal ik ook niet zeggen. Maar Kees liet zijn hoofd hangen naar die profetie van die dame. En ik sprak Kees, ik zeg, Kees, luister. Als er een woord van God is, dan produceert dat leven. Ik zeg, en nu produceert het de dood. Luister niet. Ik zeg, Matthias is een goede gozer. Ik zeg, en die wordt nu al publiek afgebrand, omdat jij je hoofd laat hangen door een vrouw met alle respect voor haar. En eigenlijk, wat een klap heeft het toen in de kerk gegeven. En die zondag daarna moest ik hier spreken. Er hing hier een grafstemming van hier tot Tokio. En ja, sommigen zullen dat niet weten waar ik het over heb. Wees blij dat je er toen niet was. En ik kijk er nu gewoon op terug. En niet met rancunes of bitterheid, maar laten wij lessen leren. En ik heb ook tegen Kees gezegd, een woord van God brengt altijd leven en niet de dood. Dit woord heeft de dood in de pot gegaan. En ik heb aan Kees toen ook gezegd, Kees, alsjeblieft, wijs dat woord af. Ik zeg, je hoeft die vrouw niet af te wijzen. Maar dit was geen woord van de Heer. En in alle oprechtheid hoor, want ik hou van Kees. En ik heb ook geen enkel rancunes of kwade gevoelens. Maar dat had hij in mijn optiek verkeerd beoordeeld. En wat een consequenties heeft dat dan. En daarom is dit diagrammetje, dat zal je... En ik heb hier zelfs ook nog een bestandje van. En Roy, ik ga je wel diverse bestanden geven.
En die mag je dan allemaal, copyrights is bij de Heer. Hè, dat mag je allemaal gebruiken. En dit is echt iets om af en toe naar te kijken. Als jij een rol hebt van een team of een kring of een huiskring. Van hoe hou ik de boel bij elkaar? Hoe hou ik rekening met elk individu? Zijn we nu alleen nog maar een sociaal clubje die één keer in de week fijn koffie drinken? Of zijn we ook nog vruchtbaar? Zijn we productief? Worden er nog zielen gewonnen? Weet je wel? Want er is ook een inspirerend iets wanneer alle drie die doelen in balans zijn en in evenwicht zijn. Dan komt er energie vrij, dan komt er enthousiasme vrij. Dan vinden mensen het fijn om erbij betrokken te zijn. Want het gaat ergens naartoe, lieve vrienden. En het is, dat heeft zoveel kanten. Dat opnieuw wil ik zeggen, wie kan dat nou altijd goed doen? Behalve God. En daarom hebben we de Heer ook echt nodig. Dit moet je ook niet alleen maar als een rationeel plaatje zien van, nou, dat ga ik nu eens even doen. Want hoe doe je dat dan in de praktijk? Door heel dicht bij God te blijven. En Hij zal ons helpen om dat hele plaatje te blijven zien. En ook gewoon het evenwicht te bewaren in ons leiderschap. Nou, ik geloof dat het tijd is om te passeren, Roy. Ik wil een moment hebben om af te sluiten met gebed als we even een break hebben. Vader, dank u wel, Heer, voor deze morgen dat ik hier mag zijn om mijn hart te delen en mijn ervaringen op dit gebied. En ik bid, Heer, voor geopende ogen en geopende oren en geopende harten. En dat u ons verstand opent, Heer, dat we erdoor verrijkt worden met inzichten die waardevol zijn en die ons zullen helpen, ook in onze positie, onze plek van leiderschap in de kerk, maar ook in het gezin en ook zelfs in de seculiere dingen, in de samenleving waar u ons geplaatst hebt, dat we deze goddelijke principes als het ware kunnen toepassen. Niet zozeer vanuit ons hoofd, maar omdat u ze schrijft in onze harten, dat het deel van ons DNA wordt. En dat we het mogen uitleven opdat de Vader zichtbaar wordt in ons. In Jezus' naam. Amen.